Een hele goede middag allemaal. Welkom, Omroep Scheveningen is bij de Nationale Heldendag 2017. Een bijzondere dag, niet alleen omdat het natuurlijk in Den Haag gehouden wordt, maar vooral voor al deze kinderen achter mij. Het is namelijk ook Nationale Juniorheldendag, oftewel Kidshelden. En die gaan wij vandaag eens interviewen. Ik zie hier een hele hoop kinderen met een paar vlaggen staan. Allemaal volgens mij van de regenboog zo te zien. Ik ga even vragen waarom ze hier allemaal zijn en waarvoor ze allemaal van die vlaggetjes bij zich hebben. Hey, jongens, mag ik jullie wat vragen stellen? Ja, hey, waarvoor zijn jullie hier? Voor Leander. Voor Leander. Wat heeft Leander gedaan? Hij heeft een baby bij een restaurant. Een baby in een buggy uit het water gered. Dat is echt wel een heldendaad natuurlijk. Hey, en hebben jullie speciaal allemaal voor Leander ook een vlaggetje gemaakt? Ja. Echt waar? Nou, dat is hartstikke goed. En jullie staan mooi vooraan. Dat is helemaal super natuurlijk. Hey, en zijn jullie er ook toch stiekem niet alleen voor Leander, maar ook voor Maan? Ja, ook. Ja, ja, dat dacht ik wel. Maar dat geeft niet. Maar hoe hard kunnen jullie juichen voor Leander, jongens? Heel hard. Heel hard. Nou, weet je wat? Dan tel ik even af van 3 naar 0. En juich even zo hard als je kan alvast voor Leander. Komt-ie. 3, 2, 1. Nou, dit gaat natuurlijk goed komen. Leander wordt in ieder geval vol enthousiasme onthaald. En het is natuurlijk één groot feest hier op het Madurodamplein. Lian, je was nu als laatste. Hoe voelt dat om nou je naam voor eeuwig in een standbeeld te hebben staan? Cool. Dat is cool, hè? Ja, voel je jezelf wel echt nu een echte held? Ja. Ja, hè, dat dacht ik wel. Hey, hoe lang ga je vandaag nog door met feesten? Gewoon mezelf zijn. Gewoon jezelf zijn. Lekker tot 6 uur. Niet zo groot als het beeld. Hoe heet het? Feesten. En dan lekker door naar mijn ooms kiprestaurant. Kijk, groot gelijk. Jij gaat vanavond dus lekker aan het kip. Bij me al. Ja, en dit is mijn kleine neefje, man. Heel goed. En wat is de naam van je klein neefje? Kas. Hoi, Kas. Ben je een beetje trots op Liam? Ja. Ja? Heel goed, heel goed. Hé, hey, Liam, ga er lekker van genieten met al je vrienden. High five. Echte held van vandaag. Veel plezier nog, hè. Hé, hey, Leander, voordat je er net al werd gehuldigd, hadden wij jouw klas al gesproken. Heb je ze zien zwaaien met al die vlaggetjes? Ja. Ja, hè, ja. Hé, hey, hoe voelt dat nou om toch wel eigenlijk de held van de school te zijn? Heel leuk, omdat ik ook zoveel aandacht krijg. Ja, dat is, dat kan ik me best voorstellen. Hé, hey, en ben je een beetje aan het genieten van vandaag? Ja, heel erg. Ja, en het allermooiste is natuurlijk het beeld waar je nu voor altijd in staat. Was het moeilijk om je naam erin te krijgen? Nee, niet zo erg, maar het was wel heel leuk. Het was wel heel leuk. Moest je al vroeg hier naartoe? Nee, ik vond het niet zo vroeg, maar ik was er al wel vroeg. Ah, kijk vandaar. Hé, weet je ook tot hoe lang je nog mag doorfeesten? Weet ik niet. Weet je niet. Ga je nog vanavond na het feestje nog wat leuks doen? Nee. Uit eten of lekker op de bank zitten? Weet ik niet. Weet je niet. Je gaat gewoon lekker jezelf blijven en lekker zien wat er gebeurt in het leven. Ja. Groot gelijk. Hé, Leander, ik ga jou ook een high five geven. Heb ik bij alle andere helden ook gedaan. Gedraag lekker jezelf zoals je bent. Wees jezelf en maak er een heel mooi leven van, hè. Heel goed. Veel plezier nog. Ja. Zoals je ziet, achter mij krijgen de kids en de helden natuurlijk nog wat lekkers mee. Gezond stukje fruit en een ijsje. Maar een held hoort nou eenmaal... Wat zei je? Chipjes. Je hebt chipjes en ijs en een mandarijn. Fantastisch. Nou, zo zie je. Iedereen is er gelukkig mee. Wij zijn er ook gelukkig mee, want het was een top evenement en een geslaagde dag. Wilde jij nog wat zeggen? Ja. Want er staat hier nog een held namelijk na te genieten van de chips. Nou, ik vind het leuk dat iedereen er was. En ik ga straks magie rond eten bij mijn ooms kiprestaurant. Groot gelijk. Nou, deze held gaat van kip genieten. Ik wil jullie ook bedanken voor dat jullie hebben gekeken. En natuurlijk, like en deel deze video. En mocht je nou bekenden hebben gezien, tag ze dan. Want ja, zonder jullie zijn we er ook niet. Ik zeg tot snel en tot de volgende.